De gemeente Renkum heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 11-jarige Remy Bakker uit Doorwerth werd uit 21 kandidaten gekozen tot de eerste kinderburgemeester van Renkum. Woensdagavond werd hij officieel geïnstalleerd. 3 brandweerwagens brachten hem naar het gemeentehuis, waar hij de ambtsketen door burgemeester Achten Schaap kreeg omgehangen. TV-verslaggever Hubert Vet sprak met de kerstverse kinderburgemeester van Renkum. Allereerst, je kwam met hele mooie brandweerwagens kwam je aan. Was dat leuk? Ja, heel erg. Ja. En op een gegeven moment gingen de sirenes ook aan. Wel hartstikke baal. Ja. Spannend wel, of niet? Ja, best wel. Ja. Waarom denk je dat ze jou gekozen hebben om kinderburgemeester te worden? Omdat ze zeiden dat ze het heel interessant vonden, interessante ideeën. Dus niet alleen mezelf bij betrokken, maar ook andere mensen. Mm-hmm. En dat vonden ze wel fijn. Toen werd je gekozen, hoe reageerde je toen je dat hoorde? Heel blij en enthousiast. En ik was ook wel een beetje verbaasd, want ik had het niet echt verwacht, want de kinderen die ook meededen, die waren ook wel, hadden goede ideeën. Heb je nu een idee wat je gaat doen de komende tijd? Ja, maar dat hou ik nog even geheim. Oké. Heel echte politicus ben je al. Naast je de moeder, hè, van de burgemeester. Ja, wat vindt u ervan? Trots op uw zoon? Super trots. Ja, echt geweldig. Waarom? Wat maakt Remy een goede burgemeester? Ja, Remy is heel betrokken. Sociaal. Hij geeft heel erg om zijn omgeving. Vindt het belangrijk om goede dingen te doen. Eerste persconferentie gaat goed, toch? Ja, toch? Ja, heb je nog één ding voor de mensen in Renkum misschien die je hun wil vertellen als hun nieuwe burgemeester die je nu bent? Gewoon jezelf zijn.